De Federale Overheidsdienst Gezondheid, oftewel FOD-gezondheid, is de federale administratie die de gezondheid van de Belgische burgers wil beschermen en verbeteren. De gezondheid is afhankelijk van vele factoren die rond vier pijlers gegroepeerd worden. Gezondheid van de mensen, van de dieren, van de planten en van de planeet. Binnen al deze domeinen willen we een referentiepunt zijn. We vertrouwen op wetenschappelijk onderzoek en cijfergegevens om een nauwkeurig beeld te geven van de toekomstige uitdagingen en de duurzame oplossingen. We helpen onze ministers bij het ontwikkelen van het meest geschikte beleid en de meest toepasbare regelgeving. Wij staan in voor de financiering van de ziekenhuizen, het beheer van ongeveer 40 soorten toelatingen en de registratie van beroepsactiviteiten of van producten, zoals de visa voor artsen, de licenties voor meststoffen en pesticiden, de vergunningen voor gevaarlijke producten en biociden en de registratie van de CO2-uitstoot. We verrichten ongeveer 15 soorten inspecties op het terrein om na te gaan of de regelgeving wordt toegepast. Wij voeren medische evaluaties uit voor onder meer ambtenaren, slachtoffers van aanslagen, gewonde politieagenten, vrachtwagenchauffeurs en piloten van vliegtuigen. Gezondheid houdt niet op bij de bevoegdheden van elke overheidsinstantie. Wij stellen ons op als een interfederaal departement. We werken samen met de federale en gewestelijke administraties die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid, de voedselbescherming en het milieu. Het RESIF, het Geneesmiddelenagentschap, het FAVV, AVIC, Brussel Leefmilieu, de Vlaamse Milieumaatschappij, DGO3, het Departement Landbouw en Visserij en verschillende anderen. We ondersteunen ook de samenwerking met de gewesten en de gemeenschappen via vier verschillende interministeriële conferenties: gezondheid, landbouw, leefmilieu en leefmilieugezondheid. We proberen voortdurend na te gaan waar andere administraties de gezondheid en het leefmilieu kunnen bevorderen. Bijvoorbeeld fiscale, mobiliteits-, economische en sociale administraties. Gezondheid houdt niet op bij de grens. Wij vertegenwoordigen België in al zijn diversiteit in supranationale organisaties. De Europese Commissie, het Europees Milieuagentschap, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, de Wereldgezondheidsorganisatie en ook de vele milieuonderhandelingen, zoals de beroemde COP Klimaat. Maar er zijn er nog veel meer. In dit kader bevorderen wij de solidariteit met onze Europese partners en de landen uit het zuiden. Gezondheid is een zaak van iedereen. Wij betrekken de maatschappelijke actoren bij onze activiteiten. Dit zijn de medische beroepen, de patiënten, de universiteiten, de milieu-NGO's, de bedrijven, de landbouwfederaties, de distributiesector en de consumentenverenigingen. Tot slot wordt de individuele burger u dus niet vergeten. We houden u op de hoogte van onze acties en betrekken u waar mogelijk. De menselijke gezondheid heeft nood aan een geïntegreerde aanpak waarbij expertise uit de vier pijlers van de gezondheid wordt samengebracht. One World, One Health. Dit is meer dan een slogan. Het is de manier waarop we dagelijks werken. Daarnaast willen we concrete en doelgerichte projecten opstarten, gebruikmakend van de diverse expertise binnen onze FOD. Deze acties worden samen met al onze teams op een participatieve wijze bepaald. Gezondheid hangt dus van ons allemaal af. We proberen om een verantwoordelijke, coherente en creatieve overheidsorganisatie te zijn die steunt op competente medewerkers die hun expertise en talenten volop inzetten.